Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Het is geen bos en het is geen graslandschap. Het is een wastine. En op het eerste zicht chaotisch landschap tussen bos en grasland in. Het is een eeuwenoud cultuurlandschap met een zeer hoge biodiversiteit dat ontstaat wanneer de mens grazers inzet. Koeien, paarden, schapen of geiten. Lieven Kakebeke vertelt. Goedemorgen, ik ben Lieven Kakebeke. Ik ben van Oost-Vlaanderen en mijn roots liggen in de Vlaamse Ardennen. Ik heb daar als kind heel veel mooie dingen gezien. Zowel van het boerenleven als van de natuur. En heel snel ben ik gefascineerd geraakt door vogels, door vlinders. En ben ik eigenlijk in de wereld van natuurstudie eerst en vervolgens natuurbeheer terechtgekomen. We zijn hier in de Gentbrugse Meersen, een heel mooi project van de stad Gent, waar men begrazing toepast. En dat ook toelaat in stroken waar er op het eerste zicht heel veel bomen aangeplant zijn. Maar die bomen zijn niet aangeplant, die zijn er spontaan gekomen via de wind. Het zijn vooral wilgen en berken en elzen en hier en daar een meidoorn. En die vormen vanwege de begrazing die er is een wastine. Nu, een wastine is een begrip dat wij in de volksmond niet meer gebruiken. Maar het bestaat wel nog. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen met de naam van de woestijnen, van de wastine of iets wat daarop lijkt. Dus het zit wel ergens in ons taalgebruik, maar het begrip wastine als zijnde een gebied met bomen en struiken waar vee in rondstruint, dat begrip zijn we eigenlijk kwijtgeraakt. Het begrip wastine is eigenlijk wat wij nu gebruiken, het woord woestijn. En dat ligt een beetje moeilijk in die zin dat wij het idee hebben, een woestijn is een grote zandvlakte of heuvels met heel veel zand. Daarvoor moet je naar de Sahara. Maar oorspronkelijk betekende dat woord iets helemaal anders. Namelijk, naarmate men bos weghaalde, en we spreken over de vroege middeleeuwen, werd dat land gebruikt om een beetje groenten en gewassen te telen voor menselijke consumptie. Maar aangezien men eigenlijk geen of nauwelijks bemesting had, was men verplicht van heel snel te verhuizen en bleven veel van die akkertjes achter en werden dus een soort van onbruikbaar iets wat men een woestijn noemde. De terminologie van destijds was waarschijnlijk eerder wastien of woestien, op verschillende manieren uitgesproken. Dus het begrip woestijn betekende eigenlijk een soort van verlaten grond, iets waar men geen groenten of gewassen meer kon telen. Men liet die niet ongebruikt, want men had uiteraard vee en met dat vee ging men daar dan rond en wat er groeide werd dan begraasd door dat vee. Dus de term woestijn en wastine betekenen ongeveer hetzelfde, te zeggen iets wat verlaten is voor landbouw. Op vandaag bestaat dat niet meer en bij gevolg is het begrip wastine min of meer uit ons taalgebruik verdwenen. Alleen in natuurbeheer heeft men die term nog behouden, maar ook daar ziet men dat het stilaan verwatert, dat men niet meer goed beseft dat de essentie vee, begrazing is die gecombineerd wordt met extensief beheer. De kwaliteit en het waardevolle van wastines ligt hem in het feit dat de verbossing op zich, dat die vertraagd wordt, dat daardoor lichtrijker bos ontstaat, dat er open plekken zijn, dat er heel veel variatie is, dat er heel veel kleine plaatsen zijn met structuurverschillen, hoogteverschillen, plaatsen die open zijn, die dicht zijn, dichte begroeiing, minder dichte begroeiing, dat daardoor heel veel microklimaten ontstaan
En het zijn juist die microklimaten die voor wat voor veel zaken de basis is, ongewervelde insecten, die geven meer mogelijkheden aan meer soorten en die zorgen er ook voor dat de absolute aantallen van die dieren en van die planten uiteraard ook, dat die hoger zijn dan gemiddeld in een grasland of een bos. Er zijn heel veel projecten waar men ofwel bos aanplant of waar men spontane verbossing toelaat. En dat is uiteraard heel, heel interessant. Maar het zou nog interessanter worden mochten we de combinatie met begrazing maken en daardoor meer wastines maken. Dat is een proces van jaren, tientallen jaren, misschien wel eeuwen. En daaraan combineren ook het beheer wat daarvoor nodig is. Want het gaat om cultuurlandschap. Het is beheerd geweest door onze voorouders. En die hadden daar een andere mening over in de zin van ieder ding wat zij uit de natuur konden gebruiken voor hun dagelijks leven, dat werd ook gebruikt. En daarom werd een wastine ook in stand gehouden door er geregeld bomen of struiken in te hakken. En dat hakbeheer, wastine hakbeheer, is eigenlijk noodzakelijk om die wastine in stand te houden. Want de dieren alleen, die houden die wastine niet open. De wastine groeit dicht en daardoor wordt de hoeveelheid voedsel voor de grazers steeds kleiner, jaar na jaar. Dus onze voorouders hadden de gewoonte om af en toe bepaalde delen kaal te kappen, of geleidelijk aan, naarmate ze rondliepen met het vee, hier en daar een boom of struik weg te halen, of soms in extreme gevallen een heel groot vlak af te hakken. En dat gebeurde eigenlijk op dezelfde manier, met dezelfde manier van inzien, of de manier van inzichten, zoals dat gebeurde met het bosbeheer. Eigenlijk was wastinebeheer en bosbeheer en graslandbeheer één groot geheel. Men deed of het ene of het andere, maar het was één geheel waar men mee werkte. Dus men trachtte zoveel mogelijk hout te verwerven. Het zij voor constructiehout, grote bomen, maar heel veel kleinhout om dagelijks of wekelijks vuur mee te maken, om brood mee te bakken, om andere zaken mee te doen, om houtskool te maken bijvoorbeeld, dat gebeurde ook vaak. En dat was dus één principe wat in al die, wat wij nu verschillende habitats noemen, om dat overal toe te passen. Nee, dus in de weilanden, daar stonden dan knotwilgen, wel die werden geknot. De hagen en heggen, die werden geregeld ook ingekort. Men deed dat niet alleen om die hagen en heggen in stand te houden, maar voor een groot deel ook uit economische overweging, om ervoor te zorgen dat men brandhout had. Brandhout op kleine schaal bedoel ik dan wel weer. Wastines herken je eigenlijk aan de kenmerken van het grazen van vee aan vooral houtig gewas, dus struiken, bomen. De ene boom is de andere niet en de ene is voor een rund of een schaap of een geit smakelijker dan het andere. En die soorten die heel smakelijk zijn, die een schaap of een rund lekker vindt, bijvoorbeeld wilgen, die worden dus heel intensief aangevreten. Die wilg vindt dat helemaal niet plezierig en die gaat zich verdedigen op korte termijn door stoffen aan te maken waardoor de begrazing minder interessant wordt. Waarschijnlijk wordt zo'n wilgenblad dan iets minder smakelijk, misschien een beetje giftig. Sommige planten zijn ook giftig. En dan als tweede fase gaat die wilg zich verdedigen door nieuwe scheuten te maken. En dan krijg je een soort van bonsai-achtige bomen, die heel klein kunnen zijn, heel kort, heel erg vertakt en die nauwelijks in de hoogte opgroeien. Die bomen worden dus het meest aangevreten door het vee. Maar dan zijn er ook andere soorten die daar minder last van hebben en die hebben dan meer kans om door te groeien. Zomerrijken bijvoorbeeld worden matig graag begraasd. Die reageren daar ook op door veel bijscheuten te vormen. Maar uiteindelijk worden dat wel grote bomen. Het verschil zit hem alleen in het tempo. Een eik heeft normaal rond de 400 jaar nodig om min of meer tot volwassenheid te komen. Als dat is onder begrazing zal dat waarschijnlijk duizenden jaren zijn. En er zijn dus bijvoorbeeld in Engelse landschappen voorbeelden gekend van begraasde bomen, heel vaak eiken, waarvan men ondertussen weet dat die duizenden jaren oud zijn.
Er zijn ook soorten die amper of niet begraasd worden. Ja, en die hebben uiteraard amper of niet te lijden onder die begrazing. Als we op zoek gaan naar een landschap en we willen wastiendes vinden, ja, dan moet je naar een plek waar er liefst dagelijks vee langskomt. En ga je naar de Middellandse Zee of ga je naar het gebergte, dan is de kans zeer groot dat daar lokale kleine boeren die een paar schapen hebben, een paar geiten, eventueel een paar runderen, dat die daar dagelijks mee op en af gaan van de boerderij, daarmee hun voedsel vergaren en daardoor permanent iedere voorkomende struik wel af en toe een hap geven. En dan krijg je zeer grillige, uiterst chaotische landschappen. En laat dat chaotische nu net het kenmerk zijn van een heel hoge biodiversiteit. Dus je zal daar ook zeer veel variatie vinden in vlinders, in planten. Niets is kaal gegraast, maar alles wordt eigenlijk wel heel geregeld begraast. Dit is dus een evenwicht tussen wat er kan en wat er niet kan. Het wordt geen bos, het wordt geen grasland, het blijft ergens tussenin steken. En mocht het een beetje te veel de richting van bos uitgaan, dan is er de herder alweer die af en toe eens een boom er wat tussen haalt, want hij heeft toch een beetje brandhout nodig, en die dus de graasoppervlakte garandeert. Als je echt naar hele mooie wastienlandschappen wilt, ja, dan vrees ik dat we naar streken in Europa moeten waar er eigenlijk een vorm van marginale landbouw nog is. Wat wij marginaal noemen, eigenlijk is dat de authenticiteit zelf. Ga naar Kosovo, ga naar Noord-Macedonië, het noorden van Griekenland, maar ook heel veel kustzones van de Middellandse Zee met Garrigue en Maquis. Dat zijn heel vaak echte wastines. Het begrip wastine wordt daar niet als dusdanig gebruikt, men gebruikt daar het struikgewas, het maquis of de garrigue. En die staan bovendien vol met planten en kruiden die zich heel hard verweren tegen die vraat. En een van die aanpassingen is bijvoorbeeld het aanmaken van etherische oliën. We kennen allemaal lavendel en marjolein en rozemarijn. Ze zijn zeer sterk geurende planten, heesters vaak, die hebben zich leren verdedigen tegen die begrazing. En dus er zijn weinig veesoorten die daar echt van eten. Die zullen dat wel eens doen, maar die planten hebben dus een voorkeursbehandeling als het ware. Die kunnen zich beter handhaven. En dus staat de garrigue en het maquis vol met dat soort van planten, terwijl dat daar eigenlijk geen wilgen staan, om de eenvoudige reden dat die altijd al zouden opgevreten zijn. De dieren die men gebruikte in wastines, dat waren de gewone dieren die men op die plek het meest geschikt vond. Dus op arme zandgronden, ja, dan was het soms heel moeilijk om echt een rund in leven te houden. Want dan gebruikte men schapen. En als zelfs een schaap te weinig voedsel had, dat gebeurde soms op de heide, ja, dan had men maar een paar geiten, want die komen al toe met wat meer struiken en minder gras. Dus men gebruikte de dieren die het meest geschikt waren in die omgeving. Hier spreken in Oost-Vlaanderen, daar zijn over het algemeen toch nog niet de armste gronden, dus hier werden heel veel runderen ingezet. En zo kwam men streek per streek tot streek-eigen rassen. Bijvoorbeeld qua runderrassen in Oost-Vlaanderen, het wit-rood bont, ja, dat was over heel de provincie een gekend ras. En je ziet dat ook aan het formaat van dat dier en de productie van dat dier. Dat is geen erg groot rund, maar het is ook geen erg klein rund. Dat betekent dat het een dier is die een bepaalde hoeveelheid voedsel nodig heeft en eigenlijk ook gekweekt is, specifiek voor die hoeveelheid voedsel. Als men een grotere koe kon houden, dan deed men dat. Als dat niet mogelijk was, dan moest men naar een kleine rund. Hetzelfde voor schapen en geiten. Dus er werden altijd streek-eigen runderen, schapen, geiten gehouden. En die werden echt wel intensief bekeken van met welk soort dier kunnen we het best verder in deze omstandigheden. En voor Oost-Vlaanderen zijn dat relatief voedselrijke gronden, dus een behoorlijk groot rund. En als het om schapen gaat, bijvoorbeeld het Vlaamse schaap, wel, dat is een behoorlijk groot schaap. Maar als je dan naar de Ardennen gaat, of je gaat naar de echte heide, dan had je heideschapen. Die dieren zijn veel kleiner, die zijn veel tengerder.
maar die zijn wel in staat om op dergelijke vegetaties te overleven. En dat zou met een Oost-Vlaams rund niet lukken. Dus bestaan er ook bijvoorbeeld heidekoeien. En die heidekoeien, ja, die zijn maar de helft of nog minder in massa van onze Oost-Vlaams rund. Als we in onze natuurgebieden meer wastines kunnen krijgen, dus ergens een tussenvariant tussen bos en grasland, dan is dat ten gevolge van menselijke interventies, menselijk beheer, oorspronkelijk cultuurhistorisch door onze voorouderen met een bepaalde economische betekenis. Die betekenis hoeft niet echt behouden te blijven. Het zou natuurlijk wel interessant zijn mocht dat wel het geval zijn. En dat levert een milieu op wat in functie van milieueducatie echt wel interessant is, omdat er enerzijds hoge ecologische waarden kunnen ontwikkeld worden, maar anderzijds, het gaat om een milieu wat zeer tolerant is voor bezoek. Aangezien een wastine ontstaat door iemand die met zijn vee daar dagelijks in en uit gaat, zijn er plaatsen waar er echt wel heel veel bezoek is. En niets houdt in dat de mensen uit de stad, of bezoekers met de hond, wandelaars, dat die daar ook even in komen. Er zullen in een wastine altijd plekken zijn waar er amper begrazing is, waar er amper bezoek is en waar er dus rust is. Dat is net het unieke aan een wastine, dat ze zo gevarieerd is dat ze een combinatie is van intensief en heel extensief gebruik. En dat kan zeer waardevol zijn naar iedereen die wil genieten van natuur. De drijfveer om met wastines bezig te zijn is oorspronkelijk uitsluitend geweest om aan te tonen hoe biodivers die omgeving is. Maar geleidelijk aan heb ik ook beseft dat het mensenwerk is, dat het gaat om mensen. En dat mensen enerzijds verplicht zijn om dat soort van milieus in stand te houden, maar anderzijds ook alle voordelen, het genot ervan kunnen ervaren. En dat hoe meer mensen dat ook doen, dat een positieve bijdrage kan zijn aan natuurbeheer.